paar minuten, eigenlijk rond deze tijd, begint op NPO 2 een Railway Marathon met uren vol met gefilmde treinreizen. En dat allemaal vanwege de 200ste aflevering die eerder vanavond werd uitgezonden. Het tv-programma is al 20 jaar populair en trekt per keer honderdduizenden kijkers. Dat klopt, hè? Honderdduizenden kijkers, Bob van der Hauven. Je bent al bijna 20 jaar de stem van Railway. Het is zelfs al 23 jaar inmiddels. 23 jaar, maar, ja. Maar de 200ste aflevering. 200ste aflevering. Correct. Hoe verklaar je dat succes? Ja, ik denk dat het toch te maken heeft met het feit dat we nu in een tijdperk leven van heel veel indrukken, social media, heel veel beeld, heel veel overgangen, heel veel drukke vormgeving op televisie. En dan is dit programma een soort oase van rust, waar mensen even bij kunnen uitblazen en gewoon genieten van mooie landschappen, van interessante treintrajecten, leuke informatie, mooie muziek. Het straalt rust uit. En ik denk dat dat wordt gewaardeerd niet alleen door 50-plussers, wat mensen vaak denken bij dit programma, maar zeker ook bij een jong publiek. Maar jouw stem, jouw zoetgevoiste stem, is natuurlijk ook onderdeel van dat succes. Ik denk dat de combinatie van die prachtige beelden en dan de muziek van Hartmut Ewert, die mag ook genoemd worden, want die is al vanaf het begin componist voor dit programma. Het wordt allemaal op maat gemaakt. En ja, mijn geluid waarvan altijd gezegd is, ja, die man met die rustgevende stem. Ik denk dat het inderdaad een soort magic combination is. Nou, laten we even naar een fragmentje luisteren. Dit is het viaduct over de kloof van de Schlossbach. 66 meter lang en 60 meter boven het water. Meteen gevolgd door de 700 meter lange Schlossbach-tunnel. Honderden meters lager is vanuit het Indal goed te zien hoe de spoorlijn bijna een cliffhanger lijkt in de bijna loodrechte Martinsrotswand. In de loop van de tijd zijn hier sinds de opening op een aantal plaatsen in de rots nog verbeteringen aangebracht, zoals keermuren en lawinegalerijen, om het spoorverkeer beter te beschermen. Ja, en bij die mooie stem van jou, Bob, zien we dan beelden van een trein die door een berglandschap rijdt. En dit was een stukje van een spoor in Zwitserland. En het barst ook van de technische informatie over dat traject, over het spoor. Is dat ook echt een van de kenmerken van Railway? Het wordt wel gedoseerd. Want er zijn natuurlijk van die treinofielen, noem ik zo maar. Mensen die echt heel erg geïnteresseerd zijn in allerlei technische details. Maar dat kun je voor een breed publiek niet doen. Dus Gerben weet dat ook. Dat moet goed gedoseerd worden. En Gerben is de regisseur van Railway. Voor jou ook goedenavond. Oh, ja. En gefeliciteerd inderdaad. 23 jaar en 200 afleveringen. Wat is jouw favoriete traject? Kijk, een route door de bergen is zo mooi. Je begint in het dal en dan ga je zo'n berg op, zoals die 200ste aflevering die vanavond uitgezonden is. En dan ga je de berg op. En hoe hoger je komt, hoe mooier worden je vergezichten. Ja, en ik heb dan het voorrecht om daar in de helikopter nog eens boven te hangen. En dan de helikopterbeelden die we vanavond hadden. Nou, dan schiet ik zelfs bijna van vol. Ja, echt zo? Zo emotioneel? Nou, de beelden maar selecteer ik. En dan nemen ze mee naar de studio. En dan zijn we bij de componist geweest. Die heeft hele mooie muziek gemaakt. Want elke keer als de Matterhornberg in beeld komt, dan komt dat muziekje naar voren. En dan de stem van Bob erbij. En die is soms aan het proeflezen. En dan zit ik al in het programma. Want dat is de eerste keer dat die drie dingen op zijn plek vallen. Dan vergeet hij te regisseren. En dan gaat hij eigenlijk tv kijken. Want Bob, ga jij mee op reis? Of spreek je het allemaal achteraf in? Mensen zeggen wel eens tegen mij, wat heb jij een geweldige baan, al die mooie reizen die je maakt. Me dan zeg ik altijd, ja, zo spannend. Elke keer op en neer naar Hilversum om dat programma in te spreken. Nee, ik ga helaas niet mee. Ik proef wat zuurigheid. Nee, zeker niet. Want ik ben ongelooflijk blij met dit programma. En ook heel erg trots op dat ik dat al zo lang mag doen. Mm-hmm. Maar als ik dan Gerben hoor vertellen over dat in die helikopter, over die bergwand en noem het maar op, ja, dan word ik wel een klein beetje jaloers. Ja, snap je dat, Gerben? Ja, dat snap ik. Het zou toch leuk zijn als hij dat een keer live in die trein zou mee kunnen lezen? Nou, dat zeggen heel veel mensen tegen mij, maar daarom nemen we een filmcamera mee en dan filmen we het en dan laten we het zien. Oké, nou goed. Jullie filmen dus over de hele wereld. Hou je bij waar de nieuwe trajecten komen? Hoe gaat dat? Word je daarover geïnformeerd? Nee, dat is gewoon, kunnen tips van mensen zijn. We krijgen heel vaak tips van mensen. Hey, heb je daar al gezien? Heb je dat al gezien? Ik heb ook een spoorkaart van Europa bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waar net als een autoroute ook allerlei spoorroutes op staan. Met in het groen de scenic routes. Dus dan weet je al dat de toeristische mooie routes. Precies. Mm-hmm. Ja. En dan heb je natuurlijk Google Street View. Dan pak ik dat poppetje op en dan ga ik een eentje langs het spoor lopen. En dan ga ik eens kijken waar mooie punten zijn. Mm-hmm. Maar ja, hoe vaker een spoortje kronkelt,
des te hoger de hoogteverschillen zijn, des te meer hoogteverschillen er zijn. Dus dan zie je al vaak dat dat wel mooie plaatjes oplevert. En natuurlijk informeren we bij de mensen ter plaatse. En ja, het is nog niet echt voorgekomen dat we ergens waren dat we dachten, dat valt nou tegen. Dus altijd wel wat moois van te maken. En ik kan me voorstellen dat je ook veel tips krijgt van al die treinofielen die de hele wereld rondreizen. Ja, we krijgen heel veel suggesties van mensen. En het is gewoon, ik zeg wel eens, 90% van de dingen op de wereld zijn mooi en 10% zijn slecht. En die 10% die hoor je bijna alleen maar op televisie en radio. Wij zijn een programma dat je even meeneemt naar een andere wereld die ook nog echt is. Er zijn zoveel mooie dingen in de wereld. Als je die bergen ziet, als je die natuur ziet, nou, daar word je gewoon helemaal stil van. En dat kunnen wij laten zien. En dan laten we zelf soms Bob even stil zijn. Zoals in de aflevering van vanavond. Ik geloof dat daar 3 minuten lang geen tekst in zit. Maar dan krijgen we muziek. Dat is uniek. Nee, ik vind dat heel belangrijk. Je moet niet een film maken en die helemaal vol laten praten. Dat is heel vermoeiend om naar te kijken. Er moeten echt momenten zijn dat je gewoon helemaal alleen die beelden op je in kunt laten werken. En wat zijn er de grootste veranderingen in die afgelopen 23 jaar bij het maken van het programma? Bijvoorbeeld bij het filmen of bij het inspreken of het soort trajecten dat jullie kiezen? Nou, je hebt natuurlijk de techniek die heel erg verandert. Met vroeger de camera en de camera's die we nu hebben. Wij hebben de laatste aantal afleveringen al op 4K gefilmd. Wij waren een van de eerste programma's die in HD filmden. Nou, wij worden zo oneindig veel herhaald. Vorig jaar 137 afleveringen, waarvan 5 nieuwe. Vinden mensen dat niet erg, al die herhalingen? Dan komt weer dat berglandschap en weer. Twee dagen voor kerst heb ik een mooie sneeuwaflevering uitgezonden. En daar keken 500.000 mensen naar. Ja. En heel veel mensen stuurden Twitterberichten van Relevee in de sneeuw, mijn kerst kan beginnen. Nou, dit is toch prachtig. Ja, en voor jou veranderingen? Nou, voor dat inspreken toch niet zo heel veel. Het is natuurlijk wel zo dat ik al meerdere makers heb overleefd, om het zo maar eens te zeggen. Want ik ben er samen met de componist denk ik het langste bij betrokken bij het programma, 23 jaar. En in die tijd zijn er op een gegeven moment ook mensen met pensioen gegaan en weer nieuwe producers gekomen. Maar Gerben en Joanne Brouwer, die ook producer is, die doen het inmiddels al 9 jaar, dacht ik, hè, Gerben? Ongeveer, ja. En wie heeft dit ooit bedacht, dit idee? Nou, er is ooit een documentaire geweest op de Nederlandse televisie, een Hollands spoor in Zwitserland. En dat hebben 3 collega's van mij gemaakt. Harry Keunig, André Siesega en Wim van Loon. En dat ging over een Nederlandse zakenman die met zijn vrouw naar Davos ging vanwege haar ziekte in de vorige, 2 eeuwen terug al. Mm-hmm. En die moest weet ik hoeveel uur met de postkoets. En toen dacht die Nederlandse zakenman, dat kan anders. En die heeft een spoorbaan aangelegd. Daar is later de Rhetische baan uit ontstaan. Dat is de een van de grotere spoorwegmaatschappijen van Nederland. En er is een documentaire over gemaakt. En het is zo mooi te zien dat in Davos straten nog steeds Holzboerstraat heten. Dat er een standbeeld voor deze man op het station staat. En dat een hele belangrijke trein naar hem genoemd is. Omdat zij hun oprichter in ere houden. En dat is dus een Nederlander. Mm-hmm. Daar is een documentaire over gemaakt. En later zijn daar series niet uit voortgekomen, maar die zijn wel als idee voor een serie is dat geweest. Nou, laten we gewoon voor de gezelligheid nog een keer een fragmentje laten horen. Na Kursong rijdt de trein verder op de laatste 25 kilometer van de reis. Waarbij de lijn blijft stijgen omdat een verschil in hoogte van 900 meter overwonnen moet worden. Hier wordt ook duidelijk dat in een paar minuten de omstandigheden in de bergen razendsnel kunnen veranderen. Het ene moment heb je een prachtig uitzicht. Het volgende kun je door de mist nog geen 50 meter kijken. Of giet het bij een wolkbreuk van de regen. Nou Gerben, welk traject staat nog op het verlanglijstje van het programma? Oh, dat zijn er zo onnoemelijk veel. Nou, een top 3. Ja, Japan is zo'n fantastisch mooi treinenland. Daar hebben ze zoveel mooie soorten treinen. We zijn er pas 2 keer geweest. Ik denk dat ik met gemak 50 afleveringen nog in Japan zou kunnen maken. Argentinië staat ook op een wenslijstje van ons. Er zijn in de Verenigde Staten heel veel mooie treinen. Ik ben al jaren bezig om te proberen om een treinroute te krijgen van een oude mijnwerkersroute. Van Durango naar Silverton in de staat Colorado. Mm-hmm. Dat is heel lastig om daar te komen. Mensen in dat soort landen kennen je niet. Als we in Europa zijn, dan is dat altijd wat makkelijker. Maar goed, inmiddels is het programma ook aan een aantal landen verkocht. Dus dat helpt misschien een beetje met de naamsbekendheid. Ook in Japan draait het op televisie, ja. Dus dat is wel leuk. Nou, we zitten hier op tv te kijken, want de uitzending is inmiddels begonnen. Die Railway Nacht Marathon op NPO 2. En wanneer moeten mensen zeker inschakelen?
Nou, dit is de aflevering die we gemaakt hebben over de allereerste spoorlijn van Nederland, van Amsterdam naar Haarlem. En die 175 jaar bestond een aantal jaren geleden. Ja, ja, ik zie ook een koe hier. Precies. Kijk, Nederland is wat minder afwisselend. Vandaar dat we gekozen hebben om deze aflevering te filmen in het seizoen dat de bollevelden in bloei staan. Dus hij gaat straks vanaf Haarlem gaat hij door de bollevelden heen. Dat is leuk. En hierna komt een aflevering uit de vorige eeuw, zeg ik dan maar even. Mm-hmm. 6 of 97, uit Peru. En die hebben we nog helemaal in de oude stijl, de oude lieden die toen gehanteerd werd gemaakt. En hebben ook in beeld het jaartal en de, ik geloof, 24ste aflevering. Elke keer bij die 14 afleveringen die volgen. Dankjewel. Bob van der Hoven en Gerben van Ommen van het programma Rail Away. U kunt dus nog de hele nacht naar Rail Away kijken.